Tom van Hiefte, vandaag valt het dubbeltje eindelijk een keer op de aan de goede kant. Ja, inderdaad. Ik denk op zich dat we er hard voor geknokt hebben. En het hoeft niet altijd mooi te zijn. De goals, denk ik, illustrerend ook. Je moet een beetje geluk hebben. En, vandaag was het aan onze kant. En... Geluk was er helemaal vandaag. Ja, inderdaad. Ik moet niet zeggen hoe belangrijk dat ook was vandaag. Als je vandaag verloor, dan denk ik dat de kopjes heel naar beneden gingen. Maar ook vandaag na de 0-1 zijn de kopjes omhoog gebleven. En hebben we blijven proberen. Ik zeg niet dat het goed was en dat het altijd met het beste voetbal was. Maar ik heb wel gezien dat de jongens dat er allemaal voor waren vooraan. En dan zie je dat je iemand inbrengt die iets kan met een bal. En dan moet maar één keer iets goed doen en we maken het doelpunt. Dus, Eerste kwartier was wij enorm goed, enorm sterk. Maar dan stak jullie toch wel een beetje terug, vind ik. Ja, klopt. Ik denk dat we daar gewoon wat we al vaker hebben gehad, dat we net niet scherp genoeg zijn of zuiver genoeg zijn in de laatste bal. Waardoor we vaak op de tegenaanval moeten en dat we terug moeten keren, waardoor je automatisch een beetje zakt. En dank dat we ook een eerste helft een paar momenten hebben gegeven, gewoon, waardoor ze gevaarlijk konden zijn. Dus ook het doelpunt illustreert dat, denk ik. En, maar goed, we hebben er goed van hersteld. We zijn blijven gaan. Ook in de rust hebben we gezegd van jongens, blijf gaan. Dan moet maar één keer goed vallen. Je hebt gezien kort naar rust en dan komt er toch wat schoen in. En, ja, ik ben blij met die 3 punten vandaag. Vandaag weer een basisplaats voor jou, ook tevens wederom aanvoerder. Ja, dat was voor mij ook leuk om weer te spelen. Ik bedoel, als je op de bank zit, ja, moet niet zeggen als voetballer wil je spelen. En, dat is een keuze van de trainer, dat heb ik moeten accepteren. En, goed, vandaag heeft hij meer de kans. Als ik de kans krijg, probeer ik mijn best te doen samen met de jongens. En ik denk dat vandaag ook gebeurd is. Nou, vandaag heb je tenminste weer de aansluiting met NEC en Sparta. Dus dat is ook weer een goed teken. Ja, inderdaad. Ik denk dat het duidelijk was hoe belangrijk het was na zondag om vandaag 3 punten te pakken. Hoe we het hadden doen, dat maakt niet zoveel uit. We hebben ze nu. En nu moeten we door. Het is nog niet gedaan. Het is ook geen tijd om te genieten, denk ik. We moeten gewoon zondag weer vol aan de bak. En daarna komt de rest. Dat zien we wel.